ik er allemaal uit. Ja, je moest eens weten wat ik allemaal weg had. Bijzonder om jullie zo hier mooi te zien. De koeien komen er straks, als het goed gaat, in ieder geval daaraan. Ze hebben ontzettend hard gewerkt, alle vrijwilligers. Nou, weten gisteren harde wind, veel regen, dus allemaal tenten moesten opnieuw gebouwd worden. En vanavond, vanochtend vroeg eruit, dus ik heb gehoord dat ze heel veel werk hebben gedaan. Dus ik zou zeggen, applausje voor al die vrijwilligers. De kinderen die achteraan staan, is het hek dicht? Ik hoor hier ja. Dat heb hele goede ogen. Want ja, het zou, als de koeien naar buiten gaan en in één keer naar de snelweg, ja, dat willen we natuurlijk niet. Dus ik ga wel even checken bij de boer. Of ze met een touw het hek goed hebben dicht gedaan. Dat lijkt me ja, het belangrijkste, toch? Dus even kijken hoor. Even kijken hoor. Zo. Hebben ze hier.
En waar zijn je, waar is je zusje en waar is je vriend? Oh, die staan er al. Ja, ik moet kleren passen. Oh, kleren passen. Oké. Een jaar of twee, een jaartje ervoor al, stond ik alleen. Maar dan zien ze in het beeld op je afkomen. En ze stoppen wel, maar... Nou, ik vind het weer genoeg. Bij de koeien, ja. Waarom? Wat denk je? Om even jou op te nemen. Kijk dan. Doei!
Thank you.
Ja, want ik ga dat allemaal opnemen natuurlijk. Want is daar ook die meneer die het zo koud had? Ja. Ja, daar komt niemand meer. Christophe? Ja. Oh, moet je eens fotograferen, joh. Hij moet fotograferen. Jongen, het kon niet gekker worden hier ook. Yeah.